De sigaret, onlosmakelijk verbonden aan Milko Djurovski. Misschien wel de meest kleurrijke voetballer die ooit bij FC Groningen speelde. Na 2,5 jaar is hij weer in Groningen. Voor de presentatie van het boek Mangup Milko, geschreven door Herman Sandman. 2,5 jaar geleden begon Sandman met het boek over de rookmagier, die tussen 1990 en 1994 80 keer het shirt van FC Groningen droeg. Hij was nog een ouderwetse verdette. Dat heb je tegenwoordig niet meer. Maar toen hij dat kwam van ver. Het was exotisch. En nu heb je veel meer spelers die van buiten komen. Maar ja, hij was echt een hele... Ja, dat kenden we nog niet zo iemand. Met Djurovski weet je het nooit. Maar zondagmiddag was hij bij de boekpresentatie in het supportershome van FC Groningen. Zonder hem is het de helft van het feest natuurlijk. Ik bedoel, als je een boek schrijft over Milko Djurovski, dan moet hij er zijn. En als hij er niet is, niemand zit op mij te wachten, maar wel op Milko. Dus ik vind het helemaal geweldig dat hij komt. It's full of not. A lot of people. Good for you to come here. Osim se fenomenalno. Ali prošli put kad sam bio tu, kad sam bio znači kao gost, to da se dogovaramo, bio sam na utakmici. Tako su me dočekali da sam danas nisam pretpostavio da će toliko ljudi biti, ali znači jednostavno je bilo nekako smo povezani između. Znači to od prošlog puta i sada očigledno da me ljudi tu vole, vjerojatno osjećaju taj naš. Ik ga geen stukje voorlezen uit het boek, want dat heb ik nog... Ja, ik ken de tekst wel een beetje, maar ik heb het boek nog niet gezien. En ik dacht van, misschien kan ik beter iets vertellen over waarom ik dit boek heb geschreven. En een deel daarvan, daar kwam ik achter toen ik in Belgrado was, waar ik Milko zou zien, maar waar Milko niet was. We hadden met hem afgesproken, dus, hij bleek ook daar onafvolgbaar. En Milko Djurovski was begin jaren 90 ook verantwoordelijk voor een merkwaardig verschijnsel op de voetbalvelden in Noord-Nederland. De maillot. Een kledingstuk dat 's winters alleen werd gedragen door kleine meisjes. Al kende het in de hoogtijdagen van Doe maar een korte opleving in populariteit bij jonge vrouwen. Bij voorkeur in combinatie met roze bodywarmers, gifgroene haarband, roze minirok en gele moonboots. Er is een boek verschenen in Servisch, Bratja Djurovski, Bruce Djurovski, over hem en zijn broer. En daar was zijn hele leven stond erin beschreven, vanaf hun jeugd tot 1986. En ik had dus de archieven van de supportersvereniging FC Groningen, die vrij compleet waren. En die begonnen ergens van 89. Dus ik had wel heel veel achtergrondinformatie. Maar uiteindelijk heb ik hem toch nog wel moeten spreken. En uiteindelijk is dat ook gelukt met heel veel mitsen en maren. En het is via Skype heb ik uiteindelijk de laatste eindjes aan elkaar geknoopt. Dit is hem. Dit is hem. Voor Milko. Milko. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you for being such a good subject. Thank you. Welcome. Yeah, thank you.